kijkers van Online Games en welkom weer terug bij een EK kwalificatiewedstrijd 2020 op FIFA 20. Jawel, goed zo, Janeiro's elftal moet weer gaan voetballen, de 10 oktober donderdag dus. En wij gaan die gewoon echt voor jullie alvast voorspellen. Het is namelijk Nederland tegen Noord-Ierland. Het is 3 punten verschil. Daar heb ik gezien, Nederland moet gewoon winnen. Noord-Ierland heeft evenveel punten als Duitsland. Wij hebben gewonnen van Duitsland, dus we kunnen natuurlijk thuis tegen Noord-Ierland weer gaan winnen. Als wij in ieder geval winnen, zetten wij een grote stap naar het EK 2020 deze zomer. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Laten we gewoon lekker beginnen, het komt wel weer allemaal perfect, goed. Ja, goed. Alles loopt weer lekker, goed. Het is gewoon 7-6 minuten bij INF in Johan Cruijff Arena. Natuurlijk, Nederland speelt thuis. Wedstrijd spelen! Dan ga ik eens heel eventjes kijken naar de stand. Hier heb ik al een beetje gekeken. Heb ik die nou weer weggeklikt? Nee. Zie je? Nederlands 11, dan gaat hij even zoeken. Dan zegt hij, Duitsers staat eerst met 12 punten. Daarvoor Noord-Ierland met 12 punten. Daarvoor volgt op de derde plek Nederland met 9 punten. Dus als we vandaag winnen, komt aan doelstelde. Duitsers zit op een doelpunt voor 17. Noord-Ierland 7 en Nederland 14. Dus als wij flink willen gaan doelpunten maken, kunnen we flink en we doelsaldo gaan werken. Dat willen de Duitsers natuurlijk ook. Want dan kan op het einde van de rit kan dat heel belangrijk zijn. Doelsaldo. Goed. Nederland, Noord-Ierland. Nou, alles in het oranje. Dag kijkers, welkom bij deze interlandwedstrijd die ondergetekende en Jeroen Guter van commentaar zullen voorzien. Gefeliciteerd voor zijn Jeroen Guter natuurlijk. En Goliath, ik heb het over die twee landen. Ik denk dat je dat wel kunt stellen, Siert. Twee landen die niet echt elkaars gelijken zijn. Dus normaal gesproken is dit een uitgemaakte zaak. We gaan het zien. Goed. De volkslieren. Een vriendschappelijk potje meer is het niet. En nee, dat is wat verwacht je van deze wedstrijd, Jeroen? Geen vriendschappelijk, maar dat kun je hier niet instellen. Staat er verder niet op het spel natuurlijk vandaag, Siert. Het is een ideale gelegenheid om zoveel mogelijk spelers eens aan het werk te zien. Het volkslied van Nederland. Kijken wat ze kunnen en misschien ook wat alternatieve speelwijzen uit te proberen. En dan natuurlijk Noord-Ierland. Van Dijk, Matthijs de Ligt, Dumfries, Frenkie de Jong, Martin de Loon, Georgina Wijnaldum, Ryan Babo en Bergwijn en natuurlijk Memphis Depay in de spits. 4-2-3-1 opstelling van Nederland. Het was een enorme cultuurschok toen Ajax zijn oude stadion, de Meer, verruilde voor deze hypermoderne Johan Cruijff Arena. Maar wat zijn ze erop vooruit gegaan, hè? Absoluut. Zeker als je kijkt naar het aantal toeschouwers dat er tegenwoordig inpassen. Meer dan 35.000 mensen extra ten opzichte van de Meer. En dat uitschuifbare dak, dat blijft natuurlijk ook goed. Een... Goed, pakjes voor Ali. Voor Ali. Ik ben er met Kruijf 4-3-3, Osteffen, Noord-Ierland, Lewis, Katal, Evans, Dallas. Wat aan te merken had, was dat je vanuit de trainerskamer... Saïd, Mikmeer, Davis... Of Davis, hoe je... Jonas, Magirinis en nog eentje. Dat ging allemaal veel te snel. Nederland is begonnen. Bij de overwinning doen ze een grote stap richting het EK 2020. Dat door 13 verschillende landen wordt gespeeld. De bal nog Depay. Bij Memphis Depay. Die zoekt meteen de aanval op. En daar gaat hij dan naar voren. Hij kon een doel schieten, maar het is nu een doeltrap.
Memphis Depay. Houden we vandaag natuurlijk extra in de gaten. Dat is een speler voor wie je naar het stadion gaat. Ja, dat mag je wel zeggen. Hij is uitgegroeid tot een heel belangrijke speler. Voor een wet is die gewet Rusland uit. Je positie in de aanval wel kunt ja, hij is vrijdag om 18.30. Hij is doelgericht. Komt het op dit kanaal. Slot. De rest gaat gewoon door. Hij is heel begaafd. Kunnen ze profiteren van deze pass. Op het doel. En Sillissen. Dat is niet echt een spectaculaire. Afgelopen week ook meegespeeld. Goed gereageerd. Daarmee heeft hij die paas onderschept. Bergwijn. Wat kan Nederland? Ze leveren de bal in. Frenkie de Jong. Speelt tegenwoordig bij FC Barcelona. Wat gaat hij hiermee doen? Ryan Babel. Oh, doet hij dat toch prachtig. Davis. Martin de Roon. Steven Bergwijn. Bergwijn. Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum. Ja, komt dan niet echt wel langs. Dan verliest hij die bal. Virgil van Dijk. Die laat hem gewoon gaan. Magenis. Hij pakt de bal en begint aan uiteren. Maar dat komt aan de Chidova. Maar geweldig mis. Ja, wat is dit voor onkunde. Helemaal verkeerd geraakt. Ja, zonde hoor, van zo'n kans. Sillissen trapt die bal. Ze geven de bal weg. Nou, wat kan Danny hij hiermee? Blind. Ryan Babel. Babel zet hem zo opzij. Memphis Depay komt daar niet bij. Veroverd. Een aantal likes hier. Vrije trap. Overtreding. Oh, kijk naar die plek. Een mooie plek voor een doelpoging. Geel. Van Dijk gaat over de schreef en krijgt geel. Voor die sliding moest de scheidsrechter wel fluiten. Ik snap wel dat er wordt afgefloten voor deze sliding. Veel te hard. Nou, als zullen ze even. Van die keeper, wat een code schoppen ze. Corner. Vrije trap. Ja, die keeper kwam nog met de voeten op de achterlijn en die baalde zo. De schop wordt voorgegeven. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Bijna dan naar wie? De Hoon kan helemaal niet eruit komen. Bij gehelft. Hij steekt hem naar Depay. Listige steekbal. Nou, Depay. Memphis Depay. Als je rustig blijft, dan kan je de 1-0 maken en dat doet hij niet. Dat was de eerste kans van Nederland. Een goeie. Depay. Komt voor het doel? Nee, die komt niet aan. De Roon! Over! Oh, wat boeier zeg! Ah, hij gaat wel over. Maar als hij erin ging, zou hij door het net zijn gegaan. Het ontbreekt dan wel net aan een itsie-pitsie nauwkeurig. Die gaat er overheen. Nederland moet gewoon winnen. Wat er ook gebeurt. Dumfries. Bergwijn. Bergwijn terug naar Dumfries. Een leep balletje diep. Dumfries. En de keeper. Het is nog niet weg. Maar Dumfries levert de bal weer in bij de doelman. Die bal is een handschoenen klemmen. Iets wat de eerste keer niet lukte. Ah, wat een schitterende redding zagen we net van hem. Echt fantastisch keeper. Frenkie de Jong. Ja, en dan is het Link. Ja, Meganis en Sillissen. Met een redding. Eerste redding, kijk, goede redding. En dan pakt hij op deze Nederland deze. Zit niet wat goed, echt niet zo heel zich. Goed. Heerlijk werk van de keeper. Bergwijn is op de bal, de fluit niet. Geen voordeel na die onreglementaire tackle. Virgil van Dijk komt daar niet bij. Hij schiet. En de licht. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Als deze hoekschop tot een doelpunt leidt, is de voorsprong daar. Komt de hoekschop nog in het midden, is vrij sterk hoor, ik zeg het maar. Nieuw proberen. Wij staan niet voor niets op de tweede plek. En daarmee komt er een einde aan deze veelbelovende counter. Ja, een hele mooie volzin.
Maar je staat er tegen handen. Bergwijn. Reinald. Giorgino Wijnaldum. Geef hem af op de paai. De paai. De paai. Memphis. 1-0 Nederland. Via de paal. Hij zet erin. Nederland heeft voorsprong. Memphis de paai. Kun je goed zien hoe de bal de paal raakt. Ja, even dacht ik dat hij via de paal terug het veld in zou komen. Maar gelukkig voor die speler gaat hij er toch in. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Memphis Depay. Komt hier de score na 33e minuut. Nederland leidt met 1-0. Do. Steven Bergwijn. Bergwijn, komt hij er voorbij? Hij gaat verder. Nee. Dan maar zo. Wijnaldum. Wijnaldum probeert wel wat. Frenkie de Jong. Hij let goed op. Frenkie de Jong nog altijd. Maar dit lukt hem niet. De paas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Ryan Babel komt er ook niet bij. Danny Blind. Levert de bal weg. Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Martin de Roon. Memphis komt de bal uit. De paai. Maar wel veel te lang. Steven Davis speelt hem hoog naar die speler. Dat is. Trekker overhaald. Die ja, hij probeerde te forleren. Maar ja, dat lijkt natuurlijk nergens op. Nee, hij had natuurlijk heel iets anders in gedachten. Nu zeilt de bal ver weg van het doel. Jones. En start die brommer maar. Start die brommer maar. Kan hij voor gevaar zorgen. En dan doet hij een snelle uitbraak. Dat leek op een mooie kans. Maar het spel wordt afgefloten voor buitenspel. Is dat was op het randje. Ja. Ja, randje buitenspel dan. Hij had een reële kans toch om te scoren. Denzel Dumfries. Steven Bergwijn. Ja, die zit daar vast. Oh, mooi gezien hoor. Die doelman moet opletten. Dumfries is hier 2-0. Ja, de paal 2-0. En dan werkt hij er weer in met een fraaie volley. Maar het ziet er altijd prachtig uit. En laten we eerlijk zijn, hij raakt hem ook gewoon goed. 2-0 Nederland. Zo'n doelpunt, ja, dat maak je alleen maar als je of heel veel geluk hebt, of over een fabelachtige techniek beschikt. Prachtig. Een andere hoek voor de herhaling. 2-0. Zetten we het net voor de rust. Nog twee. We gaan 3 minuten blessuretijd spelen. En dan wordt er afgefloten. De bal wordt ingeleverd. Jongen, dat gaat niet. Als je... Oh. Ja, gevaarlijke steekbal. Steven Bergwijn. En... Een routineklusje voor de doelman. Dat was misschien de laatste kans voor de eerste helft. En dan gaan we zo meteen rusten. Ryan Babel. Het is rust. En de arbiter geeft aan dat we gaan rusten. Een vriendschappelijk interland die helemaal niet onaardig is. Nou, dat mag je wel stellen, Siert. Dit soort wedstrijden vallen vaak tegen, maar dat geldt voor deze absoluut niet. Halverwege 2-0. Ja, dit was een grote kans. Goed, nou bij 54% balbezit. Alles heel prima. Goed, ja, goed. Nou. Ja, goed. Ja, nou goed, ja. Gaan we lekker door met helft nummertje 2. Tweede helft is van start gegaan in de Johan Cruijff Arena. Jones. Dan gaat, oh, dat doet hij keurig. Goed geanticipeerd op die goed gedaan van Virgil van Dijk. En nu wordt het oppassen. Hij is aan de bal gezet. Wijnaldum. Gaat dit wat worden? Dan zijn ze toch weer de bal kwijt. Dan probeert Blind van alles. Mooi moment om de bal voor te zetten. Babel. Hij krijgt de bal niet mee. Het ziet er veelbelovend uit. En de bal gaat naar de tegenstander. Slordig met het balbezit. Jones! De doelman kan de bal gewoon laten gaan. Die gaat er langs.
maakt een mooie onderschepping bij die paas. Wat wil hij doen? Goeie hoek richting de aanval. Wat een lekker balletje! Wat een lekker balletje! Maar hij moet erin, hij gaat erin! Die bal is net. Bergwijn! Dat is vervelend voor die doelman. De eerste inzet weten te keren, heel knap gedaan, maar dan gaat hij hier al maar in. Kijk die paas! Ach, kiepertje, die zal wel balen zeg. In eerste instantie houdt hij hem nog tegen. Ja, maar dan gaat het spel verder en dan staat er iemand op de juiste plek om hem maar alsnog erin te werken. Die paas is ook echt mooi. Steven Bergwijn, 3-0. Dat is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Als een goal zonder de tegenstander. Nog steeds aan de bal hier. Een succesvolle actie van die speler. De bal is voor hem. De trainer van de bezoekers besluit te gaan wisselen. Ja, er staat al een speler. En hij doet zo de stallen. Volgens mij gelijk net als tegen de Duitsers. Qua doelstel. Dus we kunnen eerst wat als de Duitsers verliezen. Hij weet het schot tegen te houden. En dan moet dat wel gebeuren, hè? Dat Duitsland verliest. De coach lijkt te gaan wisselen. Zullen we dat gaan halen? Ah nee jongen, dat was niet mijn bedoeling. De paas stond de schep. Goed opgelet. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Kunnen ze profiteren van deze paas? Ryan Babel. Wijnaldum. Depay. Kan hij hiervoor gevaar zorgen? Hij speelt hem slim. Wijnaldum. Wijnaldum! De keeper geeft hem. Toch al een dik uur gescheurd en staat 3-0. Ah, dankjewel jongen. Bergwijn. Blijft goed aan de bal. Met die tackle kan daar niet voorbij komen. De speelhelft. De bal wordt ingeleverd. Frenkie de Jong. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Wijnaldum! Prachtig gedaan. Met keeper houden we hem tegen. Ja, die was wel te hebben voor de doel, man. Hoekschop komt midden in corner. De zaak. De doelman neemt geen risico en stompt de bal weg. Oh. Hij laat zich niet verrassen door die omhaal. Opnieuw slordig met het balbezit. Ryan Babo, droom. Steven Bergwijn. Memphis. Van de bal afgezet. Hey, kijk, er staat een speler klaar om in te komen. Ja, de bezoekers gaan het met een nieuwe kracht proberen. Babo. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Hij heeft zijn dag, hij past nauwkeurig vandaag. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Wijnaldum. Wijnaldum. Daley Blind. Oeh, dat is slordig met het balbezit. De bal komt tegen de speler aan. Inworp. De coach gaat wisselen. Steven Davis. Wat gaat hij hiermee doen? En Sillissen. Geen problemen voor de doelman. Einde van de aanval. Het is buitenspel. De buitenspel. Geel. Hij krijgt een gele kaart. Maar nog erger is dat de bal op een heel gevaarlijke plek ligt. Denzel Dumfries. Dumfries. Steven Bergwijn. Oeh. Oh, ho, ho, ho. 10 minuten in de reguliere speeltijd. Kijk hem dan. Wat kan hij? Hij is er voorbij. Bergwijn! Proberen. En de keeper heeft hem. Ja, daar is hij voor, hè? Bal komt voor. Wiltje van Dijk. Hij kopt hem over.
Komt hem eroverheen. Nee, zeker niet. Met iets meer geluk gaat die bal onder in plaats van over de lat. Het kan allemaal dat dit de einduitslag wordt, hè? Weer die bal kwijt. Babel. Memphis Depay. Depay! Wil dat prachtig doen. Dan gaat mijn controle uit. De bal ruim naast het doel. Ze geven de bal weg. Wijnaldum. Wijnaldum kan zo doorheen steken. Ja, Wijnaldum. En als weer de paal. Bal terug in het veld. Dat was bijna de 4-0. Frenkie de Jong. Nog steeds op weg naar het doel. Verdediging effectief hier. Oh, zit nou weer voor een bal. Ze krijgen 2 minuten blessuretijd van de vierde official. Ja, en met de bal aan de voet. En hij kan zo naar op de tegengoal komen. En dat gebeurt niet. Je hoeft hem alleen maar heel subtiel langs die keeper te plaatsen. Zo belabberd, hè. Ik zou razend zijn als ik zijn trainer was. Evans. Nederland wint in ieder geval hier met 3-0 van Noord-Ierland. Voor een vriendschappelijk potje werd er vandaag erg veel drie punten zijn binnen. Ik had de indruk dat ze dit beschouwden als een echte wedstrijd. Want ze hebben er echt de strijd van gemaakt. Had ik eigenlijk niet verwacht. Hij speelde werkelijk een fenomenale wedstrijd. Hij heeft 2 goals gemaakt. De zege is voor een groot deel aan hem te danken. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag. 3-0 Nederland, Noord-Ierland aanstaande donderdag. Goed. Dat komt gewoon helemaal goed. Goed, kijk, dan ga ik het in de video's belaten. Vrijdag zijn we met de volgende wedstrijd Wit-Rusland tegen Nederland. Moet Nederland ook gewoon winnen, dus het komt wel weer allemaal helemaal goed, kijk. Dan ga ik het in ieder geval hier zo bij laten. Goed kijkers, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot vrijdag dan weer, jongens. Mazzel!